Frank, ik denk dat je je rentree bij Willem II anders had voorgesteld. Ja, natuurlijk. Dat is logisch. Ja, zeker. Dat is kloten. Je verliest de pot. Je staat wel onder druk heel de wedstrijd eigenlijk. En je kon een paar keer kon je goed met de counter eruit komen. Ja, dan moet je een beetje geluk hebben dat je scoort. Ja, ik kom 1-0 achter. En dan maak je 1-1. Goed doelpunt. En dan moet je gewoon over de streep trekken. Heel simpel. Dat gebeurde niet, want 2 minuten voor tijd maakte Utrecht de 2-1. Wat gebeurde daar? Ja, de bal ging naar de zijkant. Ik weet niet wie die bal gaf, maar een heel goede steekbal achter onze verdediging. Ik moet hem eigenlijk gewoon wegschieten. Alleen ik verwacht eigenlijk dat de keeper komt. Ja, dat kan ik niet meer doen. Op dat moment, als je denkt dat die komt, dan was de bal al voorbij mij. En dan kon ik hem al niet meer pakken. Ja, uiteindelijk komt hij dan nog wel uit en dan gaat hij via de kluts erin. Nou, ik kan hem weg moeten schieten, heel simpel. Ja, voorafgaand aan deze situatie was er al een fout gemaakt natuurlijk. Maar communicatiefout zeg je? Communicatiefout. Ik zie hem ook goed dat de keeper een beetje naar voren komt. Nou, ja, op dat moment denk je van, ja, hij komt naar voren en pakt die bal op. Maar hij bleef staan. Dat kan. Maar misschien denkt hij dat ik hem wegschiet. Ik kan hem gewoon weg moeten schieten, heel simpel eigenlijk. Ja, het is vervelend hè, dat dit gebeurt bij je rentree. Ja, zeker. Het is nooit leuk. Zeker niet. Anders was het gewoon 1-1, kom je met het puntje weg. Wat je eigenlijk wel verdient, aangezien de mentaliteit die je op het veld gooit. Ja, zeker zuur.